Ik heb begrepen dat dit te maken heeft met een deel van een plan van uw collega Koops om te komen tot meer sociale cohesie. Kunt u daar iets over vertellen? Dat speelt inderdaad. Dat is één aspect. Ander aspect is dat er steeds meer vraag komt, of er komt geregeld vraag moet ik zeggen, naar mogelijkheden om dit soort initiatieven in de wijk te doen. Dus ja, het is goed voor de sociale cohesie en men vindt het ook heel leuk om te doen. Daarbij is het zo dat het tuinieren en dan met moestuinen, dingen die je gewoon zelf op kunt eten, zeer de aandacht hebben en denk ik ook heel erg leuk zijn. En welke hulp heeft men concreet aan u gevraagd? Men begint een plek te vragen. Daar begint het mee. En dat moet passen in het geheel. Kijk, we hebben in Amstelveen ook prachtig groen. Dus u wilt niet dat overal op de gekste plekken allerlei initiatieven ontstaan, waarbij dan weer andere burgers roepen dat mooie Amstelveen wordt heel lelijk. Dus daar kijken we naar, past het in de omgeving? Is de ruimte er geschikt voor? En is het zodanig in te richten dat het ook daadwerkelijk een moestuin wordt? En het niet ondertussen ook gebruikt wordt voor voetballen, honden uitlaten of noem het maar. Gaat de gemeente ook daadwerkelijk aan het werk hier? Of moeten de mensen van begin af aan alles zelf doen? We zullen enige hulp geven, maar het is een eigen initiatief van de mensen. Het is de bedoeling dat ze het gezamenlijk doen. Het is zelfwerkzaamheid en dat moet leiden tot die sociale cohesie en hele lekkere producten die je zelf op kunt eten. Er zullen vast nog meer mensen een eigen moestuin willen hebben. Kunnen die zomaar bij u langskomen? Van, kunt u mij een moestuin doen? Nou, iedereen is heel erg welkom om met initiatieven te komen. En er zijn meer initiatieven, ik gaf dat zo even al aan. Ja, het is wel een pilot. We gaan gewoon kijken hoe het werkt. En als men met meer initiatieven komt, dan zullen we die zeker heel zorgvuldig bekijken. Maar het moet passen in de omgeving, het moet veilig zijn. En we willen ook even kijken hoe deze pilot verloopt.